We gaan dus daar naartoe. Die wijsplaat hangt halverwege die afdeling. En daar bevinden zich alle klokken, de bijaard, het klavier en dergelijke. En daar naartoe betekent 60 meter klimmen, 320 treden. En dan ben je in de ruimte waar het trommelspeelwerk staat. Door speling op de tandwielen konden er 3 weken lang geen melodietjes gespeeld worden. De tandwielen zijn inmiddels vervangen. Nu is het nog noten steken. D. Nu ga ik het molentje doordraaien, een hele noot, want ik moet naar deze noot A toe. Dat ga ik nu eventjes doen. Ik draai een hele kwartnoot door. Ik hou het boutje tegen. En in de trommel wordt nu het moertje erop gedraaid. En aangezien deze noot op zijn eentje klinkt, kan ik nu verder naar de volgende 2. Het klokkenspel en de melodietjes zijn vertrouwde klanken in de binnenstad van Breda. Normaal gesproken klinken ze elk kwartier tussen 7 uur 's ochtends en 11:15 's avonds. Het klokkenspel hoorde je bij het opbouwen van de kraam en bij het afbreken van de kraam. Voelde ik de historie van hier om me heen? Ja, het is een beetje een vertrouwd gevoel, hè? Klokkenspel, als je dat hoort. Ja. Het hoort er echt bij. Ja. De grap is dat het precies zo gebeurt zoals het 400 jaar geleden, 500 jaar geleden ook gebeurde. Hè? Het is echt een ambacht. De noten van het eerste melodietje zijn gestoken. Nu nog luisteren of het goed is gegaan. En, hoe klinkt het? Nou, ik ben niet ontevreden. Nee, sterker nog, ik ben wel tevreden. Een paar kleine veranderingen moet ik straks nog aanbrengen, maar dat zal wel lukken. Als alles goed is, geven de melodietjes van de Grote Kerk vanaf vanavond de binnenstad weer kleur.